de vagina. Wist je dat 3/4 van de vrouwen tijdens hun leven wel eens last heeft van een vaginale schimmelinfectie? Wat ik mij nu afvraag, speelt het type ondergoedstof daar een rol bij? In de vagina krioelt het van de micro-organismen. En gelukkig maar, want die bacteriën beschermen ons tegen infecties en ze zorgen voor gezonde zwangerschappen. Eén soort van die goede bacteriën zijn lactobacillen. Die ken je misschien van in yoghurt. Ze houden de vagina zuur. Dat is een belangrijk wapen tegen de slechte micro-organismen die bijvoorbeeld de schimmelinfecties veroorzaken. We weten dat onze levensstijl en hygiënegewoontes een invloed hebben op de aanwezigheid van die goede bacteriën. En ondergoed heeft zo'n intiem contact met de vagina dat dit wel ook een invloed moet hebben. Maar hoe onderzoek je zoiets? Simpel. We laten de vrouwen verschillende soorten ondergoed dragen en kijken wat de invloed is. Hebben ze meer of minder lactobacillen? Hebben ze vaker of net minder vaak een schimmelinfectie? Maar zo'n studie opzetten is duur en vraagt heel veel werk. Daarom wil ik graag vooraf al in het labo een selectie maken van de beste stoffen, zoals katoen, polyester en viscose. Wel, het moeilijke is dat bacteriën samenwerken in een gemeenschap. De ene eet iets op en maakt er een ander stofje van, dat dan door de andere wordt gebruikt. Nu, gelukkig kunnen we zo'n gemeenschap namaken in het labo. Hoe? Ik selecteer een paar van de cruciale bacteriën, voeg deze samen en kijk of ze met elkaar samenwerken. Dit doen we door ze steeds eerst alleen op te groeien op zo'n petriplaatje, waarna we ze samenvoegen in een groeibuisje. Deze gemeenschap breng je dan aan op verschillende soorten stof om te kijken wat het effect is. Zo kan ik een selectie maken van de beste stoffen, die ik dan laat testen bij echte personen. Hopelijk weten we zo binnen een paar jaar hoe vaginavriendelijk ons ondergoed is en welke stof we nu het beste dragen.